Goedemorgen iedereen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag zondag en ik ben gisteren uit geweest naar de stad met Nicky en Naomi. En het was super gezellig, alleen ik was een beetje heel erg nuchter. Dus ja, als je dan uitgaat in de stad is het toch altijd wat minder leuk, vind ik. Want dan loop je er maar een beetje bij. Ik heb me even klaargemaakt en ik ga nu uit eten bij Van der Valk met mijn vader. Het is nu ongeveer uur of vier of zo. En ik heb echt de hele dag niks gedaan. Alleen maar in mijn bed gelegen. Dus ik ga nu de auto in. En dan gaan we Roma ophalen en haar vader. En dan gaan we met z'n viertjes gezellig naar Van der Valk. Oh mam, dat eten wat je hebt gemaakt ruikt echt lekker. Maar is het ook lekker? Ja. Maar help door me op. Nou, niet zo... Laat me gewoon even eten. Oké. Doei. Doei. Love you, mommy. Doei. En nu gaan wij lekker eten. Fijn zeg. Maar vandaag wil je wel bevloggen, toch? Want vandaag gaan we lekker eten. De auto. En ik ga even snel het ding aan mijn raam zetten voordat mijn vader de auto inkomt. En dat het hem allemaal te lang duurt. Dus één moment. Kom niet op. We willen voor dan misschien zelf vervoer regelen. Wat heb je nou eens ja. Bij de hand? Ik vlog toch, pap? Ik trek daar zo'n ding eraf, hoor. Ik geloof me. Je kan vloggen, maar we hoeven niet iedereen op te winnen. Pap, hou nou op! Die rotmuziek. Ik ga niet in mijn auto zitten. Ja nou, maar hoef je ook niet bij mijn auto te zitten hoor. Je wilt zelf. Ben je het serieus hè? Mijn vader wordt chagrijnig en hij wordt letterlijk boos op mij. Als het niet naar zijn zin gaat. Trouwens, sinds dat ik filmpjes maak. Om het zo maar even te zeggen. Sinds dat ik vlog. Vergeet ik zo vaak mijn telefoon. Alsof ik niet meer op mijn telefoon zit ofzo. Ik vlog eigenlijk alleen maar. En mijn telefoon is gewoon een stuk minder belangrijk. Yeah. Ik ben hier met JD. Hallo. Het zusje van Romara. En JD wilde groetjes doen aan... Minnie en Vanessa. Minnie en Vanessa. Die kijken altijd naar mijn video's. En dat zijn JD door vriendinnetjes. Ja. Dus Minnie en Vanessa bij deze. We zijn aangekomen op de stemming.
dit zijn mijn drie voorgerechtjes. Dit is ham. Dit is kip. En dit is een Caesar salade. En papa eet weer vis. Yay. Ja. Nu heb ik tomatensoep met stokbrood en een beetje tonijnsalade. Dit is een beetje salade, patatjes, echt geen goede combinatie. Pindasaus mayo, sperrups, aardappeltjes, bloemkool, rijst met pindasaus en een soort van sandwich of zo. En nu heb ik lekker een tongetje met citroen. Jongens, dat is toch weer niet normaal. Jay die wilde groetjes doen aan Mimi en aan Vanessa. Mini. Ja. Mini of Mimi? Mini. Mini. Oh, sorry, Mini. Mini is vandaag, hij is Mini Aaron. Oh. En die van Vanessa. Ja. Vanessa M. En Just Me en Gesprek. Oké. Nou, dat je het even weet. Ik heb er al een tijdje van gedroomd. Kon ik nu maar kijken in je hoofd? Ik wou een dikke glazen bol had. Ik zou kunnen weten hoe het loopt. Nu zeggen ik hou van jou. Wil je de liefde verklaren? Waar dat ook is, ik ben daar. Hoe het ook zit, zeg het maar. Wat dat ook is, ik ben klaar. Waar dat ook is, ik ben daar. Hoe het ook zit, zeg het maar. Wat dat ook is, ik ben klaar. Wat is die volgende stap? Ja, ik kan het op een keer. Ja, maar je had toch op dit moment daar? Nee! Nu de achter, één rechte lijn, achter alleen. Wat is dit? Ik spiegel even in. Ik ga wachten mama thuis is. Nee, ik duw de spiegel in. Ja, maar dat kan dus niet. Ja, maar die stuur staat helemaal gedraaid. Dit was dus heel ellendig. Ga daar, ja. Maar ik heb dus netjes zojuist geparkeerd en het ging echt volledig mis. Oh. En mijn vader, die denkt maar dat het allemaal zo makkelijk is. Oh. Het is echt de schrik van mijn leven. Ik zat bijna tegen een auto aan. Ik doe dit nooit meer, file parkeren. Of ik bedoel, zeg maar in een rijtje. Oh, wat een ellende is dat zeg. Ik zit lekker aan de eethoek met mijn laptop. Ik ga lekker editen vanavond. En ik wil eventjes wat aan jullie vragen. Ik zit bijna aan 1000 abonnees. Ik zit nu op 920. En ik merk dat het best wel hard gaat. Elke dag komen er echt bijna 20 bij. Echt ineens. Dus ik vind het best wel, ik vind het echt heel erg tof dat iedereen gewoon abonneert. En ja, meer kan ik er niet zoveel over zeggen. Maar bij de 1000 abonnees wil ik iets speciaals gaan doen. Hebben jullie een leuk idee? Bijvoorbeeld een challenge, een prank, een grote winactie? Noem het maar op. Schrijf het eventjes in de reacties. En dan ga ik kijken wat ik voor jullie kan doen. Bij een grote winactie, ja, daar heb je meestal wel sponsors bij nodig. Maar goed, dan ga ik misschien eventjes kijken, rondvragen wie daar aan mee zou willen doen. En dan winnen jullie misschien wat leuks.
Laat het even weten. Als jullie een challenge willen of een prank, dan kan dat natuurlijk ook. Vonden jullie deze video leuk? Doe weer een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren. Deze video is heel kort, want ja, het was zondag en ik heb echt niet zoveel gedaan. Ik heb alleen maar in bed gelegen omdat ik gisteren uit was geweest. En daarom ben ik uit eten geweest. Dus laat even weten in de reacties wat je wilt bij de 1000 abonnees. En dan ga ik dat proberen te regelen. Wat het meest gekozen wordt, ga ik dan uitkiezen. Ik zie jullie de volgende keer weer. Doeg!